Welkom bij onze negende studie in het boek Daniel. Vorige keer zijn we met elkaar geëindigd in hoofdstuk 8. En hebben we gezien dat er een geweldige belofte werd gegeven aan Daniel: dat na 2300 jaren het heiligdom in rechten zou worden hersteld. Deze keer willen we gaan kijken hoe de Engel, aan Gabriel, de engel Gabriel aan Daniel een verdere uitleg geeft over dat hoofdstuk, over dat visioen in hoofdstuk 8. En de titel van onze lezing is deze keer de komst van de Messias. Voor we de Bijbel gaan openen, zullen we een zegen vragen van de Heer om ons te leiden in onze studie. Liefdevolle Vader in de hemel, we danken u Heer dat we weer de gelegenheid hebben om uw woord te openen. Wilt u ons helpen bij de studie van uw woord, bij de studie van hoofdstuk 9 van Daniel? Wilt u ons zegenen met inzicht en met het begrijpen van uw woord, zodat het ook zijn uitwerking in ons leven mag hebben. We bidden u dat vader alles in Jezus naam. Amen. Ja vorige keer toen de engel bij Daniel kwam en een uitleg wilde geven over het visioen in hoofdstuk 8 ging alles goed zolang hij de uitleg gaf van de verschillende rijken die elkaar opvolgden. Maar toen de engel Gabriel aan Daniel wilde gaan uitleggen wat de betekenis was van het reinigen van het van het heiligdom naar 2300 avonden en morgens, lukte dat niet helemaal. Laten we nog eens lezen in hoofdstuk 8 hoe dat ging. Hij zei tegen mij: Tot 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Het gebeurde toen ik het visioen zag, ik, Daniel, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met een uiterlijk als van een man, en ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de Ulai. Hij riep en zei, Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. Toen zei hij tegen mij, begrijp mensenkind dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Terwijl hij met mij sprak, Viel ik in een diepe slaap met mijn gezicht op de grond. Andere vertalingen zeggen. Viel ik bezwijmd met mijn aangezicht op de, ter aarde. Toen raakte hij mij aan en liet mij opstaan op de plaats waar ik gestaan had. En hij zei: Zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren. aan het einde van deze periode van gramschap. Want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen. Wat gezegd is, dat is waarheid. En u houdt het visioen geheim, want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. Ik, Daniel, kon niet meer en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed ik weer mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, maar niemand merkte het. We merken hier dat Daniel niet aankon dat de engel Gabriel hem verder uitleg gaf. Over het visioen. Hij bezwijmde en later begreep hij het niet, en uiteindelijk was hij zelfs enige dagen ziek. Ik denk dat het te maken heeft met het overweldigende wat de Engel Gabriel zegt over de tijd: dat het herstel van het heiligdom pas zo ver in de toekomst, nadat al die rijken gekozen. Gekomen waren en gegaan waren, dat het dan pas zou worden hersteld. Daniel had natuurlijk in zijn hoofd de verwoeste tempel in Jeruzalem, de verwoeste stad Jeruzalem, het volk dat in ballingschap was. En hij verwachtte een visioen dat hem zou vertellen wanneer dat zou worden hersteld. Maar dit reikte veel verder en hij kon het niet aan. En uiteindelijk gaat hij dan weer gewoon aan het werk, maar in zijn achterhoofd blijft hij wel over al deze dingen nadenken. In de loop van de geschiedenis gebeurt het ook dat Babylon valt. Hoofdstuk 8, toen hij het visioen kreeg, was in het derde jaar van Belsazar, de koning van Babylon. En na verloop van tijd gebeurt wat in het visioen is gezien, namelijk dat Babylon valt en dat de meden en persen aan de macht komen. En in hoofdstuk 9 begint dat de Mede en de Perzen aan de macht zijn. Laten we samen lezen in hoofdstuk 9. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het geslacht der Mede, die koning geworden was over het koninkrijk der Chaldeën. Hier zien we dus dat nu het Medo-Persische Rijk aan de macht is gekomen. Ik kan me zo voorstellen dat dit voor Daniel erg belangrijk was. Want wat hij had voorzegd in de droom van Nebuchadnezzar. Wat hij had gezien in het, zijn eigen droom in hoofdstuk 7. En het visioen wat hij gezien had in hoofdstuk 8. Was steeds weer opnieuw dat de Meden en de Persen Babylon zouden overwinnen. Dus wanneer dat gebeurde. Dan moet dat voor hem een bevestiging zijn geweest van de waarheid van zijn visioenen en dromen. En dat de profetie inderdaad waarheid was. We lezen verder. In het eerste jaar van zijn koningschap, van koning Darius, lette ik Daniel in de boeken op het getal van de jaren waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. Dus zijn gedachten gaan opnieuw naar um, de profetie dat nu er um, Zoveel jaren verstreken waren, de 70 jaren waren bijna voorbij. dat God toch beloofd had aan Jeremia de profeet. dat dan het volk zou mogen terugkeren uit Babylon. Dus hij vroeg zich af of die profetie nu ook in vervulling zou gaan. Hij onderzocht alles nog eens grondig en hij zag dat dit toch helemaal klopte. En daarom wendt hij zich tot God in het gebed. En laten we kijken wat hij. Waarmee hij naar God toe gaat, wat er in zijn gebed wordt gezegd. Ik richtte mijn aangezicht tot de Heere God, om te bidden en te smeken in vasten en in zak en as. En ik bad tot de Heere, mijn God, en deed schuldbeleidenis. Nu dan, hij deed schuldbeleidenis de blijdenis dat is hij beleed de schuld van zichzelf en van het hele volk Israël dat zij terecht in ballingschap waren omdat zij afgeweken waren van de Here. Maar nu doet hij een beroep op Gods barmhartigheid en zijn vergeving en richt zijn gebed tot God voor het volk in ballingschap, voor de stad die in puin ligt en voor de tempel die verwoest is. Laten we verder lezen. Nu dan, Here onze God, u die uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt en u een naam gemaakt hebt zoals het heden ten dagen is. Wij hebben gezondigd. Wij hebben goddeloos gehandeld. Heren, laten toch uw toren en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonde en om de ongerechtigheden van onze vaderen, zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor allen die ons omringen? Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor bij God en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid, Here. Luister, Here, vergeef. Here, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer omwille van uzelf, mijn God, over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Wat een prachtig gebed. Een gebed waarin hij eerst de schuld beleidt, maar waarin hij ook een beroep doet op God om te herstellen. Het volk, de stad en het heiligdom. Maar hij doet het met een beroep op de naam van God, dat Gods naam geëerd mag worden en dat zijn profetie die hij daarover uitgesproken heeft, uiteindelijk toch in vervulling zal gaan. We zien dat zijn gebed dan ook wordt beantwoord. Het belangrijke is dat die tempel moest worden hersteld. En waarom moest die tempel worden hersteld? We hebben gezien in hoofdstuk 8 dat het hele visioen te maken had met um, ware godsdienst en valse godsdienst. De valse godsdienst, dat was het, het heidendom. En uiteindelijk ook het pausdom. De verwoestende ongerechtigheid, werd het dus, zo werd het beschreven. Nu, de tempel, daar. Werd de ware godsdienst verkondigd? In de tempel was zichtbaar gemaakt het verlossingsplan, zoals de werkelijkheid was. En het herstel van de tempel was dus heel belangrijk voor het verkondigen van de ware godsdienst. Laten we eens nadenken over de oorsprong van de tempeldienst. Waar kwam die tempeldienst vandaan? Dat begon helemaal in het begin bij Adam en Eva. Toen God met Adam sprak in de Hof van Eden. Laten we lezen in Genesis hoofdstuk 2. De Heere God nam de mens en zette hem in de Hof van Eden, om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: Van alle bomen van de Hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Helaas kunnen we ook lezen in Genesis hoofdstuk 3 dat er wel van werd gegeten door Adam en Eva. En dat zij beiden dus ongehoorzaam waren aan Gods gebod en de straf daarop was dat ze zouden sterven. Laten we het lezen in hoofdstuk 3 vers 6. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van de vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was. En hij at ervan. Ja, deze daad van Adam en Eva bracht de zonde in de wereld. Niet alleen bij henzelf, maar in de hele wereld. En het loon wat de zonde geeft is de dood. Maar zodra zij gezondigd hadden, was er een... Goede boodschap. De Heere kwam naar Adam en Eva toe, hij had een gesprek met ze en hij vertelde hen dat niet zij zelf zouden sterven, maar er zou een onschuldige plaatsvervanger komen en die zou in hun plaats sterven. En dat lezen we hier in Genesis 3, vers 15. En ik zal vijandschap zetten tussen u, dat is de slang die Adam en Eva had verleid, en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de heel vermorzelen. Het verlossingsplan van God werd hier bekendgemaakt. Laten we eens kijken wat dat verlossingsplan dan eigenlijk inhoudt. Dus voordat de wereld was ges geschapen, spraken de Vader en de Zoon af dat wanneer de mens in zonde zou vallen, dan zou Christus, die een is met de Vader, die van de eeuwigheid God is, de plaats van de overtreder innemen en voor hem sterven. De Bijbel geeft het in één vers, geweldig mooi weer. In Johannes hoofdstuk 3, vers 16, daar lezen we, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is de belofte die gegeven werd aan Adam en Eva. Om hun geloof uitdrukking te geven, werd hen verteld dat zij een onschuldig dier zouden doden en offeren aan God. Met, en dan zouden ze daarin beleiden dat ze vertrouwen op degene die in hun plaats zou sterven. Maar in dat offerdier, daar zouden ook hun zonden worden uh, vergeven. En zij gaven die boodschap door aan hun kinderen. En we kennen het verhaal van Kajen en Abel, waarbij verschillende offers werden gebracht. Het offer van Kajen was een bloedloos offer. Het was de vrucht van het land. En het offer van Abel was een lam, waarin hij dus zijn geloof in de komende Verlosser tot uitdrukking bracht. En door de geschiedenis heen zijn altijd Gods kinderen, hebben dat vastgehouden. Die zonderloze die zou komen en in plaats van hun zou sterven. We zien hetzelfde in de tijd van Noach. Toen hij uit de ark kwam, bouwde hij, zodra hij na de zondvloed bouwde hij een, een altaar. En op dat altaar bracht hij een offerdier, omdat ook hij geloofde in de komst van de verlosser, Abraham. Abraham bracht overal waar hij woonde offers om te beleiden dat hij in God geloofde. Uiteindelijk vraagt God hem om een, zijn zoon te offeren als een brandoffer. En natuurlijk, we weten uit het verhaal dat het niet gebeurt. Maar hierin gaf Abraham ten volle, gaf hij blijk van zijn geloof en zijn vertrouwen in de komende verlosser. Die in zijn plaats als onschuldige zou sterven. We lezen dat in zijn woorden. die hij spreekt met zijn zoon. in Genesis 22. En Abraham zeide tegen Isaac. God zal zichzelf voorzien. van een lam ten brandoffer mijn zoon. En toen ze daar gekomen waren, zei Abraham. En Abraham noemde die plaats. de Heere zal erin voorzien. En Jezus zegt over Abraham. dat hij. Daarin, in dat hele offer van Isaak, in dit hele geloof wat hij daar tot uiting bracht, zicht had op de komst van de Messias. In Johannes hoofdstuk 8, daar lezen we de woorden van Jezus over Abraham: Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien. En hij heeft die gezien en zich verblijft. Ja, hij heeft het niet gezien in een visioen of in een droom, hij heeft het gezien. In de offers die gebracht werden, in al de offers die hij bracht, zag hij Christus, het onschuldige Lam van God. We gaan verder in de geschiedenis en in de tijd van Mozes is het volk uit Egypte getrokken. Zij komen bij de Sinaï, daar wordt hun de wet gegeven, maar er wordt ook nog iets anders gegeven. Er worden ons instructies gegeven voor de bouw van een heiligdom. En daar door die bouw van het heiligdom en door de diensten die daar plaatsvonden, werd het verlossingsplan nog verder duidelijk gemaakt. De alle diensten die daar plaatsvonden hadden te maken met dat onschuldige offer dat gebracht werd voor allen die daarin vertrouwden, vergeving van zonde en uiteindelijk reiniging van zonde. In de dagelijkse dienst werd vergeving aangeboden. Een zondaar kon naar dat heiligdom toe komen, kon zijn offer meebrengen, een dier wat door hemzelf werd gedood en wat, waarvan het bloed in het heiligdom werd gebracht. Hiermee werd uitgebeeld dat er de schuld van de zondaar werd afgenomen en die werd gelegd op een onschuldig dier en werd dus gebracht. En in die zin reinigde het bloed de zondaar. Maar één keer per jaar. Op de grote verzoendag deed de hoge priester een speciale dienst in het heiligdom, dat heiligdom in de tabernakel wordt hij ook wel genoemd, in de woestijn. Dan werd er een dier geslacht, een geitenbok, waarop niet de zonde werd beleden, maar dat bloed van die geitenbok reinigde het hele heiligdom van alle zonden en het volk. Dit werd allemaal uitgebeeld. Het was symboliek van de werkelijkheid die zou komen en het beelden uit dat het bloed van Christus uiteindelijk alle zonden zou wegdoen uit het hele universum. Dat was het beeld wat uh, naar voren werd gebracht en zo werd het evangelie dus verkondigd door de diensten in de tempel en de tempel in Jeruzalem was een prachtig gebouw waar dat iedere dag zichtbaar gemaakt moest worden. Dan nu dat die tempel in Jeruzalem was verwoest, en dat was het grote probleem van Daniel. Daniel zei van: het ware evangelie wordt niet meer verkondigd, het wordt niet meer zichtbaar gemaakt in die diensten van de tempel. O Heere God, help ons dat die tempel wordt herbouwd en dat het zijn functie weer mag hebben om voor alle volkeren van de wereld Uw goede nieuws bekend te maken. We lezen verder in hoofdstuk 9 en we lezen hoe Daniel bidt. Terwijl ik nog sprak en bad en beleidenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heer mijn God omwille van de heilige berg van mijn God. Want nu die heilige berg is de tempel, die tempel was gebouwd op een berg. En hij bidt dus omwille van die tempel. We lezen verder. Terwijl ik in mijn gebed nog, mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriel, die ik in het begin van het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. Ja, je ziet hoe Daniel beseft welke tijd het is, dat hij in zijn gedachten nog steeds die tempeldiensten voor zich ziet. En weet dat dat avondoffer het de voorziening van God voorstelde. dat iemand zou komen om te sterven voor zijn zonde. En met dat in gedachten ziet hij de Engel Gabriel. dezelfde Engel die vorige keer bij hem geweest was. Eh, met dat visioen. De Engel gaat nu uitleg geven aan Daniel. En we zullen lezen wat hij zegt. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Dus de vorige opdracht, die moet nu uitgevoerd worden. Als God iets zegt, dan moet dat ook gebeuren. En zo, al gaan er jaren overheen, toch komt die engel Gabriel om zijn verhaal af te maken. We lezen verder. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen. Om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. Het eerste wat Daniel, of Gabriel over begint, als hij met Daniel spreekt, is over een tijdsperiode. 70 weken zijn bepaald. Het vorige, die 2300 avonden en morgens, jaren, daar was nog een uitleg over nodig. En hij begint dus over de tijd te spreken. We zullen zien wat dat betekent. Die 70 weken zijn bepaald, zegt de engel. Nou, bepaald in de oorspronkelijke taal staat er dan afgesneden. Nou, om iets af te snijden, dan moet er een groter geheel zijn, anders kan je het niet afsnijden. Dus de 70 weken zijn afgesneden van de grotere profetie van de 2300 avonden en morgens. Nou, vorige keer hebben we gezien dat die elke dag voor een jaar staat, anders paste dat visioen er nooit in. Maar zo is het ook met dit visie, met deze uitleg die hij nu krijgt. De 70 weken zijn in werkelijkheid jaren. Laten we eens een klein rekensommetje maken. Als 70 weken, 70 keer 7 dagen, want een week is 7 dagen natuurlijk, kom je bij 70 keer 7 is 490 dagen. En dan zijn die 490 dagen zijn 490 jaren. Dus de, de Engel legt uit dat er 490 jaren zijn afgesneden van de 2300 jaren. Nu gaat hij verder met zijn uitleg en hij gaat nog verder in op de tijdsprofetie. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de Vorst, verstrijken er zeven weken en 62 weken. Nou, de tijdsprofeetie die we hier zien in dit stukje zijn 7 weken en 62 weken. Dat is niet zo moeilijk, dat zijn 69 weken bij elkaar. Dus de engel zegt, vanaf de herbouw van Jeruzalem tot op Messias de Vorst zijn 69 weken. Nou, we kunnen de som opnieuw maken. 69 keer 7 dagen, 7 jaren, is 483 weken. Jaren in totaal. Dat is wat hij zegt. Wat we nu willen weten is wanneer moeten we beginnen te rekenen? Hij zegt dat er een woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen. Wel nu, dat vinden we ook in het boek Ezra. In het boek Ezra worden drie bevelen gegeven aan de Joden. De eerste bevel is koning Kores. De eerste. Uh, ...vorst van de Meden en de Persen. Hij geeft opdracht om de tempel te gaan herbouwen. Er gaan een groot aantal Joden uit Babylon weg... ...en die gaan beginnen met de tempel te herbouwen. Na verloop van tijd is daar wat strubbeling... ...en dat gaat niet zo goed. Het valt stil. Maar dan komt er een nieuw bevel van koning Darius. We lezen dat in Ezra 6. En koning Darius beve bevestigt het eerste bevel van... En zegt die tempel die mag en moet herbouwd worden. Maar dat is nog steeds niet het bevel om Jeruzalem te herbouwen. Dat komt nog later, in de tijd van Artazagsta. En dat lezen we in Ezra hoofdstuk 7. En daar lezen we over dat koning Artazagsta bevel geeft dat Jeruzalem zijn eigen, uh, voor zichzelf weer kan regeren dat Jeruzalem herbouwd mag worden, maar ook dat het zelfstandigheid krijgt. En die profetie die gaat dus in vervulling op een bepaalde tijd, dat dat de kreet van Artazagsta uitgevaardigd wordt. Want nu, we kunnen in de geschiedenisboeken vinden wanneer dat het geval was. Dat was namelijk in 457 voor Christus. Dus laten we eens kijken, in 457 voor Christus werd het bevel voor het herstel van de stad gegeven. Daar tellen we 69 weken of 483 jaren bij op en dan komen we bij Messias de Vorst. Dat is 27 na Christus. Die, uit, die som die kunnen we allemaal maken. Kwam Messias de Vorst ook in 27 na Christus? Dat was niet de geboorte van de Messias, maar Jezus werd ge gezalfd. Op een later tijdstip. Laten we eens kijken wat het Nieuwe Testament erover zegt. Toen Jezus uh, 30 jaar oud was, begon hij aan zijn openbare werk. En Johannes de Doper die doopte hem. En toen hij hem zag, zei hij, de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat een belangrijke woorden. De allereerste keer dat er over het lam van God wordt gesproken dat de zonde wegneemt, was Abraham. Die zag dat bij, bij, toen hij Isaak wilde offeren, zei hij God zal zichzelf voorzien een lam ten brandoffer. En nu in het Nieuwe Testament is Johannes de Doper de eerste die naar Jezus wijst en zegt, zie het lam God. God dat de zonde van de wereld wegneemt. Als alle mensen daaromheen beseft hadden wat de betekenis van deze woorden was, wat een andere ontvangst zou Jezus dan hebben gekregen? Hier werd gezegd dat hij de werkelijkheid was waar alle tempeldiensten op wezen: het lam van God. Toen Jezus gedoopt werd door Johannes, laten we lezen wat er over geschreven staat, hoe hij aan zijn openbare werk begon en het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was dat de hemel geopend werd en dat de heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif en dan in, in Lucas 4 lezen we, de Geest van de Here is op mij omdat Hij mij gezalfd heeft dus toen hij gedoopt werd en de Heilige Geest op hem neerdaalde, daarvan zegt Jezus zelf dat hij op dat moment gezalfd werd. Nou, zalving betekent dat hij aan zijn openbare werk, waartoe hij gekomen was, begon. Hij, hij was apart gezet voor dat werk, hij was gezalfd voor dat werk. In het heiligdom waren de priesters gezalfd voor hun priesterlijke dienst. Vroeger waren er in Israël koningen gezalfd omdat zij het ambt van koning hadden gekregen. En nu kwam Jezus en hij was de Messias. Messias betekent gezalfde. En de discipelen erkenden ook meteen dat hij de Messias was, de gezalfde. We lezen in Johannes 1, vers 42. Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. Dus in 27. In het jaar 27 na Christus werd Jezus inderdaad gezalfd en werd Hij inderdaad de Messias. Zover is de profetie van Daniel exact in vervulling gegaan. Maar het vers wat we net gelezen hebben van die 69 weken tot de Messias vorst, daar werd nog iets gezegd. Laten we dat samen nog eens lezen. We gaan naar Daniel hoofdstuk 9, vers 25. U moet weten en begrijpen vanaf de dag dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de vorst verstrijken er zeven weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Dus hier gaat het over de stad, een profetie over de stad: dat Jeruzalem zou herbouwd worden, maar het zou geen rust en vrede kennen, het zou altijd weer. Strijd en oorlog zou het mee te maken krijgen. En dat is ook zo wanneer we lezen over, over de, de stad Jeruzalem en hoe verschillende uh, volkeren en legers dat, die stad ook weer binnenvielen, de Grieken en, en later ook de Romeinen. Maar de stad zou niet vernietigd worden. Hij zou druk hebben, maar zou blijven bestaan, zou zijn hersteld, totdat de Messias kwam. We lezen verder in Daniël hoofdstuk 9 en we gaan naar het volgende vers, vers 26. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Ja, dat was de hele bedoeling van het lam God, dat hij zou sterven voor ons zondaars. En deze profetie in Daniël zegt het heel sumier. Hij zou uitgeroeid worden... Maar niet voor zichzelf. Hij zou gedood worden niet voor zichzelf. En de profeet Jezaja beschrijft het zo prachtig. wanneer hij over de Messias schrijft, die voor ons zou sterven. in Jezaja 53. Laten we dat nog eens met elkaar lezen. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen wij dwaalden allen als schapen wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg maar de heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen dit is het evangelie dit is het evangelie wat door de tempeldiensten werd verkondigd maar waarvan christus de werkelijkheid was hij was het ware lam gods dat stierf voor ons voor u voor mij en voor allen die dat willen aannemen. Hij voorzag in een vergeving, in een verzoening. En als wij openstaan daarvoor, dan mogen wij daar deel aan hebben en mogen wij zien dat hij ook voor mij persoonlijk is gestorven. En dat hij de schuld gedragen heeft die onze zonde met zich meebrengt. Zo zien we dat het Evangelie wordt verkondigd hier in de profetie van Daniel. De, de engel Gabriel legt aan Daniel uit wat, dat de werkelijkheid zal komen. En die profetie die is exact in vervulling gegaan. Nogmaals, in dit vers geeft Gabriel ook nog een profetie over de stad. Laten we die met elkaar lezen. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan, zijn einde, zal zijn in de overstromende vloed, en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is. Hier staat over de stad Jeruzalem, daar zou een vorst komen. Er zou een volk komen en dat zou de stad en het heiligdom opnieuw te gronden richten na die tijd van de messias zou dat gaan gebeuren en dan staat er bovendien nog dat jeruzalem niet alleen verwoest zal worden en de tempel maar ook dat dat volk dat het doet zelf ten onder zou gaan in een overstromende vloed laten we nog eens kijken wat er geschreven staat het einde ervan dus het einde van dat volk, zijn einde, zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is. Wel nu, de, de stad en de tempel werden inderdaad verwoest in 70 na Christus door de Romeinen. Maar de Romeinen zelf gingen ten onder in een overstromende vloed. Ze werden niet veroverd door een ander, nog machtiger rijk, wat kwam. Nee. Er kwam golf na golf van barbaarse stammen vielen het Romeinse rijk binnen en op een gegeven moment ging het Romeinse rijk daaraan ten onder. En we weten dat het Romeinse rijk verdeeld werd en dat die volkstammen zich op het hele grondgebied van het Romeinse rijk vestigden. Maar zoals de profetie het hier zo exact zegt, zo van een overstromende vloed Misschien hebben sommigen van u wel eens geleerd op, op school over de grote volksverhuizing. Wel die volksverhuizing kwam <coughs> en die volkstammen viel ik dus het Romeinse Rijk binnen als een vloed. En we lezen daarbij dat er altijd oorlog zal blijven tot het einde toe. Er zal oorlog zijn, er zal verwoesting zijn. Die stammen die vecht, bevechten elkaar en als we kijken naar de geschiedenis van Europa... Het Midden-Oosten, Noord-Afrika, dan zien we dat ook deze profetie helemaal in vervulling is gegaan. Dat er oorlogen zijn en dat dat tot het einde toe zo zal blijven. We gaan naar het volgende vers in Daniel hoofdstuk 9, naar vers 27. Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer. En graanoffer doen ophouden. Nou, we weten dat dit gaat dan over die laatste week van de 70 weken. Weet u nog? 70 weken waren afgesneden van de grote tijdsprofetie: 490 jaren. 69 van die jaren, daar heeft de Engel al uitleg over gegeven, tot op Messias de Vorst. Maar nu blijft er nog één week over. En we zullen nu gaan kijken dat, en zien dat deze week. In tweeën is gedeeld. Laten we het nog eens lezen met elkaar. Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang, en halverwege die week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Dus de week is verdeeld in twee keer, drieënhalf jaar, en halverwege de week gebeurt er iets. We weten dat drieënhalf jaar, laten we nog eens naar ons schema kijken van de de tijden en die invullingen gaan geven. Het bevel werd gegeven in 457 voor Christus. 69 weken of 483 jaren brachten ons in 27 na Christus. Als we daar een halve week of 3,5 jaar bij optellen, dan komen we in 31 na Christus. En dat is het moment dat Christus stierf aan het kruis. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. En dat is precies wat er gebeurde. In Matthäus 27, daar lezen we dat toen Jezus aan het kruis stierf, het volgende gebeurde. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Beneden. Het, het voorhangsel in de tempel scheurde. Dit voorhangsel scheidde. Het heilige van het heilige der heiligen. En er was ook een voorhangsel voor het heilige. Dat het voorhangsel scheurde, niemand mocht eigenlijk in het heilige der heiligen zien. Daar kon alleen maar de hoge priester één keer per jaar binnengaan om zijn dienst te doen bij het reinigen van het heiligdom. Maar nu zien wij dat het van boven naar beneden scheurde. Dat wil zeggen dat niet een mensenhand dat deed, maar dat het van God gebeurde. En daarmee gaf God een teken dat alle diensten in het heiligdom op mochten houden, omdat de werkelijkheid gekomen was. Al die diensten wezen op Jezus, maar nu was het Lam Gods gestorven en had de dienst op aarde, die als een beeld daarvan was, zijn betekenis verloren. Dus hij, we lezen hier: halverwege de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Dat betekent dat in de ogen van God die diensten niet meer dezelfde waarde hadden. De mensen moesten nu zien op Jezus, het ware slachtoffer. Het ware offer voor onze zonde. We lezen in hoofdstuk 10 van Hebreeën. Dat ook Paulus uitlegt dat de werkelijkheid is gekomen. Dat Jezus de werkelijkheid is van ieder offer. Laten we eens kijken wat Paulus erover zegt. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild. Toen zei ik: Zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen o God. En daarna sprak hij: "Zie, ik kom om uw wil te doen o God." Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Ja, het slachtoffer en spijsoffer. Ze hadden geen waarde meer omdat Christus was gekomen. Over hen was geschreven: Hij was de beloofde Messias vanaf Genesis tot aan het Nieuwe Testament was over hem geschreven en hij zegt dus, hier ben ik, ik ben degene die zou sterven. We lezen dus in dat laatste vers van, van Daniel, wat we gelezen hebben, dat uh, die laatste week zou het verbond versterkt worden. Laten we daar nog eens over nadenken en dat nog eens lezen en naar de uitleg daarvan gaan. Hij zal voor velen het verbond versterken één week lang. Want nou, nu, die eerste helft van de week hebben we al gezien dat Jezus deed zijn werk onder de Israëlieten. Hij was vol van de Heilige Geest vanaf zijn doop, vanaf zijn geboorte, maar bij, de, bij zijn doop daalde de Heilige Geest neer en hij verkondigde het evangelie. Hij maakte duidelijk wat Gods karakter was. Hij genas en hij was een grote zegen voor heel het volk. Maar na zijn sterven, was die week nog niet voorbij. En ook de tweede helft van de week was speciaal voor het volk Israël... nog om het verbond te versterken. Laten we lezen wat er gebeurde met Pinksteren. Wanneer Petrus... Uh, aan de, tot de Israëlieten zegt, spreekt... die bij de tempel zijn samengekomen... voor hun bijzondere feest. En laten we lezen wat, wat hij daar zegt. God... Die zijn kind Jezus heeft toen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden, om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zal afbrengen van zijn slechte daden. Dus Jezus is gekomen naar hen, eerst naar hen, naar de Joden. Ze zaten nog steeds in de 490 jaren die voor de Joden bestemd waren. Maar nu lezen we verder wat er in Handelingen 2 staat. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd waren ze allen eensgezind bijeen. Dat zijn de apostelen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest... en begonnen te spreken in andere talen... zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Dus in Jeruzalem, bij de tempel... was nu niet één persoon vol van de Heilige Geest... die Gods waarheid verkondigt. Nee, nu zijn het twaalf die dat doen. Twaalf apostelen. Judas was vervangen door een andere apostel. Die uitgaan... En vol van de Heilige Geest Gods liefde bekendmaken aan het hele volk dat daar verzameld was op dat moment. Dat gaat zo steeds door en het heeft een geweldig resultaat. Niet alleen in de tijd van Jezus kwamen vele mensen naar Hem toe en geloofden God, ook in de tijd toen de apostelen in Jeruzalem zo predikten, gebeurde dat. Laten we lezen. Zij nu die zijn. Woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. 3000 zielen die op één dag hun leven aan God overgaven. En het woord van God verbreidde zich. En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Prijs de Heer. In die 3,5 jaar van na Pinksteren. Groeide het woord in Jeruzalem en velen, ook van de priesters, gaven zich over aan God en werden instrumenten van God om deze boodschap nog verder uit te dragen. Een van degenen die daar ook een krachtig werk in Jeruzalem deed, was een discipel genaamd Stefanus. En hij doet wonderen, hij predikt en maakt grote indruk. Maar er zijn nog steeds leiders in Jeruzalem. Die niets van deze boodschap willen weten en die eh, zi zich ergeren aan de kracht en, en de vrijmoedigheid waarmee dit evangelie wordt verkondigd, want zij zien hun eigen macht afnemen. Deze leiders nemen Stefanus gevangen en zij, laten we eens lezen wat het boek Handelingen daarover zegt. We beginnen in Handelingen 6, vers 8. En Stefanus, vol geloof en kracht. Deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Hij wordt opgepakt en hij getuigt voor de leiders dan in een toespraak en hij legt hen uit waarom het evangelie in Jeruzalem wordt verkondigd. Dat namelijk de tempeldiensten hun waarde niet meer hebben omdat de werkelijkheid is gekomen. Laten we lezen hoe hij dat uitlegt in Handelingen 7. De Allerhoogste. Woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt. De hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor een huis zult u dan voor mij bouwen, zegt de Heer, of wat is de plaats van mijn rust? Ja, hier zien wij dat hij zegt van, die tempel was goed, zolang het een functie had om te wijzen op de verlosser, maar je moet niet denken dat God daar woont, want dat is niet zo. En er is grote weerstand. De leiders stoppen hun oren toe en schreeuwen. En Stefanus moet dan zeggen, de volgende zin in vers 51, hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Ja, we hebben gezien dat die laatste week het verbond versterkt zou worden door de Heilige Geest die een krachtig werk deed onder de Israëlieten onder de Joden in Jeruzalem en in de omgeving in Juda. En eerst door Jezus, nu door de apostelen, maar Stefanus zegt: "Jullie verzetten jullie daartegen." En het gaat gewoon niet meer verder. Stefanus wordt gestenigd. En niet alleen Stefanus wordt gestenigd, maar ook ontstaat er een vervolging tegen allen die het evangelie hebben aangenomen. We lezen dan ook in handelingen 8 vers 1 en vers 4. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Ja, deze vervolging zorgde ervoor dat het evangelie nu werd verkondigd buiten Israël. Het ging naar... Alle windstreken. Verschillende apostelen trokken naar het noorden, naar Galatië, naar, naar Syrië. En we weten dat Paulus later uh, nog verder gaat. En ook andere apostelen gingen tot aan India. En alle streken waar die bekend waren, werd het Evangelie gebracht. En allen die het aannamen, brachten het weer verder. Zo ging het Evangelie naar de heidenen. Laten we nog eens naar ons schema kijken. En dat nu verder invullen. We hebben gezien dat halverwege die week, in 31 na Christus, stierf Jezus aan het kruis. En een halve week of 3,5 jaar later ging het evangelie naar de heidenen. Dat was in 34 na Christus. En daarmee waren de 490 jaren die speciaal bestemd waren voor het Joodse volk, die kwamen daarmee tot een einde. Laten we zien. De 490 jaren die waren van 457 tot voor Christus tot 34 na Christus, die waren afgesneden van de 2300 jaren van uh, Daniel hoofdstuk 8. Dan blijven er nog 1810 jaren over die bestemd zijn voor de heidenen, en deze berekening brengt ons dan in 1844. Dus de 2300 jaren, we hebben nu de begindatum en de einddatum. Het begon in 457 voor Christus en eindigt in 1844 na Christus. Maar nu, wat gebeurt er dan? Wat gebeurde er in die 2300 jaren na Christus? Maar voordat we daar nog op ingaan, zullen we zo doen zullen we dat laatste vers van Daniel 9, vers 27, nog eens met elkaar lezen. Want niet alleen wordt er gesproken over het verbond versterken voor het volk Israël, die laatste week, maar er wordt ook nog iets gezegd over het Romeinse Rijk, dat ten onder zou gaan in, in de overstroming. Er wordt nog iets over gezegd. Laten we samen lezen. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En nu komt de profetie, gaat weer over uh, het, het volk wat Jeruzalem had verwoest, zou verwoesten. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen. En wel tot aan de volleinding toe. En waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. Dit is een beetje cryptische taal, zou je kunnen zeggen. Maar we hebben gezien dat het volk dat Jeruzalem zou vernietigen, zou ten onder gaan in een overstromende vloed. En er zou steeds oorlog zijn. Nu staat er dat over dat volk wat zo verdeeld is, en waar steeds oorlog is, daarover komt een vleugel van gruwelen, een verwoester. Nou, we hebben in de vorige profetie al gezien dat uit het keizerlijke Romeinse Rijk, uit het heidense Rome. Daarvoor in de plaats, of daaruit voort kwam het pauselijke Rome. En hier wordt dus over de, gruwel, de vleugel van gruwelen, de verwoester, is het pausdom. En die zal blijven tot aan het einde, tot aan de volleiding. En dat is vast besloten. En het zal zich uitstorten over wat woest is. Dus over het oude Romeinse Rijk, daar zou het pausdom gaan regeren. In zoverre wordt er dus over nog een verdere uitleg gegeven over deze, deze rijken die nog zouden komen. Maar laten we nu nog eens teruggaan naar het goede nieuws van de 2300 avonden en morgens. Laten we eens teruggaan naar hoofdstuk 8 van Daniel, vers 14, en daar nog eens met elkaar lezen wat de engel Gabriel verkondigde over die tijdsperiode: Hij zei tegen mij. Tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. We weten nu dat de 2300 avonden en morgens eindigen in, 17, uh, in 1844. Op dat moment zal dus het heiligdom in rechten staat hersteld worden. Maar er is dan geen aards heiligdom meer in Jeruzalem. We hebben ook geleerd dat dat verwoest zou worden. Door de Romeinse legers. Het enige heiligdom wat er nog is, is de werkelijkheid. Net zoals Christus de werkelijkheid is van het Lam, zo is er in de Hemel een werkelijk heiligdom. Alles wat hier op aarde werd gemaakt en waarvan Mozes de instructies kreeg, was naar het voorbeeld wat in de Hemel werd gegeven. Ook het Nieuwe Testament zegt ons dat Jezus in de hemel als onze hoge priester dienst doet waar de werkelijkheid is waarvan de aardse tabernakel een afschaduwing was. Maar wat doet hij dan? Hij doet dienst als hoge priester. Hij neemt zijn bloed en met dat bloed pleit hij voor vergeving van onze zonden bij de Vader. En niet alleen dat. Er staat hier dus geschreven dat deze hoge priester aan het einde van de 2300 avonden en morgens die dienst zou zijn, die voorgesteld werd door de jaarlijkse dienst hier op aarde, de grote verzoendag, dat het heiligdom helemaal in rechte staat zou worden hersteld. Andere vertalingen zeggen dat het zal worden gereinigd. Maar de hemel, moest de hemel worden gereinigd? Ja, want. Christus draagt onze zonde daar. En uiteindelijk worden al die zonden weggedaan. Hier in hoofdstuk 9 van Daniel. hebben we de perfecte beschrijving. van wat eigenlijk de werkelijke grote verzoendag. tot stand zou brengen. Laten we eens teruggaan een klein stukje in Daniel 9. naar vers 24. en samen lezen. De engel zei: om de overtreding te beëindigen. De zonde te verzegelen, in andere vertaling staat, de zonde af te sluiten. De ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Hier gaat het niet over zonde vergeven en dan de volgende dag hebben we weer een andere zonde en beleiden we die weer en ontvangen we weer vergeving. In die laatste dienst van de hoge priester, zoals dat voorgesteld werd op de Grote Verzoendag, zou er een komen aan alle overtreding. De zonden zouden worden afgesloten, weggedaan. De ongerechtigheid zou voor altijd worden verzoend en er zou eeuwige gerechtigheid komen. Het lijkt alsof dat zo geweldig is dat het, dat het bijna niet te bevatten is dat Jezus dat voor ons wil doen. En toch is dat de belofte die gegeven wordt hier in Daniel hoofdstuk 8 en 9. Laten we nog eens een keer kijken met elkaar. En laten doordringen wat het bloed van Jezus uiteindelijk uit zal werken in ons leven. Het bloed van Jezus zal de overtreding beëindigen. De zonde afsluiten. De ongerechtigheid verzoenen. En eeuwige gerechtigheid tot stand brengen. En daarmee zal het, het visioen van de profeet Daniel. Verzegeld zijn, dat zal vaststaan. Gods woord, wat Hij zegt, gaat nooit verloren. We hebben gezien hoe alles exact in vervulling is gegaan wat voorzegd is, op precies de juiste tijd. En nu zegt deze profeet dat na deze tijd, na 1844, zal ook dit tot stand komen. Wij mogen daar geloof in beoefenen. We kunnen in andere studies zullen we laten zien dat Jezus werkelijk aan dat werk is begonnen. En dat dat werk nog steeds doorgaat nu en hoe dat uiteindelijk tot een conclusie zal komen. Het boek Openbaring geeft daar veel meer licht op dan hier in het boek Daniel. In de toekomst zullen we dat met elkaar nog bestuderen. Maar nu mogen wij aan de belofte vasthouden. De belofte dat er een einde komt aan alle zonden, aan alle dood. Aan alle ellende die dat veroorzaakt en dat wij God mogen prijzen dat het bloed van Jezus dat tot stand zal brengen. We willen hiermee de studie over Daniel 9 beëindigen en de Heere danken voor Zijn grote en geweldige boodschap die Hij ons gegeven heeft. Vader in de hemel, wij danken U voor de boodschap in Daniel 8 en 9, de belofte van een einde aan alle zonden. Op grond van het bloed dat de Heer Jezus voor ons heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. Mogen zo datgene geschieden wat u beloofd hebt, Heer. Wij kunnen slechts net als Daniel beleiden dat wij zondig zijn, dat wij tekortschieten, maar dat wij vertrouwen op uw voorziening, op uw hulp voor altijd. En Vader in de Hemel, daar danken wij u voor. In Jezus' naam. Amen.